Dat was een mooie manier om iedereen achter bij de koffie weg te krijgen hier naartoe. Wat ik gezegd heb van tevoren is dat u hoort nu eigenlijk een Krakowian stijl, Krakau. De Polen hebben, zoals de meesten van jullie misschien weten, of zelfs zullen weten, jarenlang geleden onder bezettingen. Was het niet van de Duitsers, was het van de Russen, de Turken, en weet ik wat allemaal ze bezet hebben. We hebben een heel triest verleden eigenlijk als land, heel veel geleden. Ze hebben heel veel muziek waar ze dat tot uitdrukking hebben gebracht. Daar zit heel veel patriotisme in, er zitten partisanenlieden in. Er zit ook heel vrolijkheid in, van meisjes en jongens die in de bergen aan het spelen zijn. En als er sta je in Pools, proberen door de muziek heen toch maar een beetje te beluisteren. We gaan dus nu met de spelen deel door en het eindigt eigenlijk wel heel erg vrolijk, maar het liefde afgevond er wel veel genoegen verder en ik laat het nu over op Mickey met Rome. Thank you.
Yeah.
Lord this week from another country, and that we would like to give for Małgosia Alfie. Good for you. Okay. Thank you.
Het mooie is dat ze ieder jaar weer naartoe komen. En ze moeten 14, 15 uur in de bus zitten van Krakau af om dat te doen. Dat doen ze allemaal voor niets. Ze komen hier gewoon naartoe omdat ze het ook vinden dat de binding met Driel, met Polen, met de kerk, de vrolijkheid, de blije kerk die wij ook zo voorstaan, dat ook bij hun zo past. En ik zeg nu alvast, we hebben geen entree gevraagd, we vragen ook niets voor de koffie, thee die u gedronken heeft, u wordt daar afloop zelfs nog uitgenodigd om wat te drinken. En als uiterste verrassing serveren we Poolse worst. Het is echt iets speciaals. Als je dan ruikt, dan denk je moet dat. Maar als je één of twee stukjes op hebt, dan haal je bij je buurman of buurvrouw van het bord af. Het is geweldig. Nou, voordat die mensen hier achter mij denken dat ik het helemaal niet meer over hun heb, wil ik een paar woordjes toch aan hun richten. En dat gaat bij mij helaas niet in het Pools. Ik heb zo straks geprobeerd met de nodige fouten drie of vier Poolse woorden te spreken. Maar een aantal die spreken goed Engels. En voor degenen die te klein zijn om Engels te spreken, en ja, die moeten dan vertaald krijgen. En ik zal proberen het een beetje tweetalig te doen. The first place, Roman, and all your children, I would hardly say. You're not the mother of them, you're kind of a music mother. Ze is een soort van muziekmoeder voor hen. Hè? Dus het is niet zo dat ze 16 kinderen heeft. En, maar ze zorgt ervoor als een moeder, als een kloek zit ze op de kuikens. Roma, there's one thing someone told me today. You were here for the 25th time in Drill. jaar, en dat is iemand in het dorp niet ontgaan. En iemand die wil anoniem blijven. There's someone in the church here who paid attention to them and told me. And she gave me a very little present for you. Some of. We don't know who. No. I'm not going to tell you because you want to stay secret. Okay, so maybe in 10, 20 years. Misschien over 10, 20 jaar dan ik het een keer vertel. Thank you very much. Roma, that's the only first thing I want to give you. Thank you very much. As an appreciation for what you've done. Thank you very much. And ik denk dat een warm applaus voor haar op de plaats is. 25 jaar hier voor me. We hebben niet al die kinderen zelf een tuin, maar als ze niet op een flatgebouw wonen, hebben ze wel een pot staan waar tulpen in kunnen. Dus alle muzikanten, die krijgen ook Sozokovski-tulpen mee. Dat schenken wij hun. En ik neem aan dat die een goede plaats. Symbolically, I give it to you. Thank you. But everyone gets one. No? That is very funny. Okay. Thank you very much. Nogmaals, we zouden het heel erg fijn vinden als er zoveel mogelijk mensen over de afgelopen nog even blijven. De mensen die bij de Blije Kerk Stichting Werkgroep horen, die kunnen u herkennen aan de button. We hebben informatie gegeven op het programma dat u gekregen heeft. We hebben dit jaar nog twee concerten, waarvoor we u van harte uitnodigen. Zet ze vast in de agenda. Het concept is eigenlijk altijd hetzelfde. We hebben een Blije Kerk, we willen leuke concerten, we willen mensen ontmoeten. Er wordt tegenwoordig over de kerk zoveel narigheid geschreven en gedaan. We zijn blij dat wij blij kunnen zijn en we willen dat ook uitstralen. Wat ik al gezegd heb, er is zo direct een collecte. Geef gul, zou ik zeggen. We willen proberen ook om die mensen wat mee te geven. Een deel van de kosten, als dat over is, dan geven we aan hen mee. We hopen dat ze ook zaterdag nog een heel mooi de komende dagen blijven. I really wish you a very good stay for the next few days in Holland. And lots of success during the commemoration next Saturday. Nogmaals dank allemaal, en ik hoop dat ik van de huishoudelijke niets vergeten ben. Voor zover jullie niet direct naar huis gaan, zie ik jullie dan ook voor degenen die naar huis gaan, wel thuis en graag tot de volgende keer.